binnengekomen. Was niet binnengekomen, dus hopelijk komt hij niet morgen binnen. Maar ik heb wel betaald, dus ik hoop dat ik hem krijg. En de kleur? Dat ga ik nog niet zeggen, dat komt nog weer iets heel nieuws over. Ja? Dames en heren, jongens, meiden, een hele goede morgen. Welkom terug bij weer een gloednieuwe aflevering. Vandaag gaan we met niemand minder op pad dan Boas. Boas kennen jullie natuurlijk, superleuke gast, maar momenteel met één arm. Niet helemaal met één arm, maar wel ongeveer met één arm, want hij loopt in de Mitella. Dus, we gaan simracen met één arm. Ik ga simracen met één arm en daarna gaan we op pad samen met Boas om naar eens te horen hoe het gaat op het gebied van ondernemen. Hij is YouTuber. Maar daarnaast heeft hij ook een heel groot trampolinepark en doet er veel meer. Neem jullie mee voor een super gave aflevering. Let's go! Hallo. Hallo. Hoe is het? Het is even geleden voor mij geluid. Ja? Ja. Wat rij je nu? Wil je het vertellen? Een Q4 e-tron. Hij staat daar. Hij is ook een beetje vies. Maar elektrische auto hoef je niet schoon te maken, heb ik geleerd. Nee. Je mag zo vies zijn als je maar wil. Ik rij hier heen en weer voor 7 euro. En dat kan jij niet. Nee. Als je start was het al 7 euro. Ja, dit, één keer gas geven is al 7 euro. Net geopereerd. Yes. En hij is er toch gewoon bij. Ja, nee, ja 2 weken geleden mijn schouder ingreepje gehad. Dus nu 6 weken met dit ding, 6 weken niet rijden. Dat merken we eigenlijk. Ja. Nee, ja, inderdaad, de eerste RS3 ooit heb ik met jou gereden. En heel toevallig was dat ongeveer dezelfde spec als dat ik nu heb. Ja. 2017 model sedan, Daytona grijs. En nu 640 pk en iets uit de hand gelopen. Iets uit de hand gelopen. En als het goed is, over 3 weken een widebody. Ja? Maar, ja, hij zou gisteren binnen moeten komen, maar was niet binnengekomen, dus hopelijk komt hij niet morgen binnen. Oh, maar ik heb wel betaald, dus ik hoop dat ik hem krijg. En de kleur? Dat ga ik nog niet zeggen, er komt nog weer iets heel nieuws overheen. Hij gaat er niet helemaal van afgelopen, we gaan hem wat leuker mee doen. Oh, oké. Okay. Maar hij ga ik nog niet vertellen. Oké, dus dit wordt vervolgd. Ja. YouTube is niet het enige wat jij doet op een dag. Nee, zeker niet. Nee, YouTube is denk ik nu 40, misschien 50%. Nu even op dit moment door mijn schouder 3%. Ja. Maar ik heb natuurlijk mijn eigen trampolinepark. Ja? Dus dat doe ik heel. Daar ben ik wel veel mee bezig. Vooral veel mee bezig geweest met de opzet. En dat is een beetje voor de jongere doelgroep die ik heb vanuit freerunnen. Het is echt lachen. Het is echt leuk. Ik ben er natuurlijk een paar keer geweest. Maar ook, was er ook zo een paar keer een andere trampolinepark geweest. Het is echt serieus lachen om gewoon te doen. Jouw eigen, ik weet niet hoe dat zit met verzekeringen, maar zo, net als dat je s'avonds natuurlijk disco bowlen kan doen met de vrienden. Ja, maar dat is het eigenlijk ook. Het is gewoon of gaan karten of van boven gaan trampolines springen. En voor vriendengroepen. En het is goed voor je en het is echt fucking leuk. Het is echt lachen, want jij bent inderdaad ook op verschillende spellen erin. Je hebt het met die basketbal, je hebt natuurlijk met die draaiende stok. Ja, dus het is meer een soort van wipe-out parkour fun area-achtig. Alleen stom is, in het buitenland is het heel erg al, zeg maar, ook voor oudere mensen is het zeg maar een sport. En in Nederland wordt het heel erg onder alleen voor kinderen gestoken. Ja. Waardoor ouderen zich schamen om er naartoe te gaan. Is dat dan ook het grootste trampoline jumping zelf van Nederland? Nee, zeker niet. Nee, we zijn nog relatief klein. Er zijn er wel die bijna 2 keer zo groot zijn. Serieus? Want iedere keer dat ik er ben, denk ik, echt zo huge. Het is nog lang niet te groot. Ja, nee, je hebt ze volgens mij van 4000 vierkante meter jump oppervlakken. Wij hebben 1700. Holy shit! Ja, het is echt. Dat is bizar. Ja, ja, en als je naar Duitsland gaat, dan heb je 10.000. Dat is echt, daar kan je gewoon rondjes rennen. Dat is echt niet normaal. 10.000? Ja. Ja, maar Nederland is te duur qua grond. Dus in Nederland krijg je dat eigenlijk nooit rendabel. We hadden dat pand gewoon, zeg maar, met een betonnen vloer. En we gingen daar gewoon skateboarden en hoogwerker races doen en zo. Maar het is echt groot, zeg maar. Het voelt nu 2 keer zo klein als dat het leeg is. Ja. Dus, ja. Ik was gisteren bij een appartement kijken. En het appartement leek op papier echt groot. 85 vierkante meter voor een appartement is over het algemeen echt groot. Ja. En die mensen die hadden het zo volgezet, dat ik gewoon bijna benauwd kreeg van binnen inderdaad. Dat is knap, hè? Dat ik dacht, hè? Ja. Ik dacht 85 vierkante meter, nou dit moet het helemaal zijn. Eigen parkeerplaats, alles erbij. Mm-hmm. Natuurlijk snap ik dat je er een klein beetje erheen moet kijken inderdaad. Maar, dat viel zo tegen. Dat ik dacht. Maar dat is natuurlijk ook met een trampolinepark. Als je het helemaal leeg hebt, 1700 vierkante meter. Huge. Dat is echt groot, ja. Maar er zijn natuurlijk allemaal grote dingen in ook. Ja, ja, en het ding is vooral, we zijn natuurlijk, je mag hier helemaal niet komen, toch? Of wel? Is dat zo? Volgens mij niet. Oh. Nou ja, boeien. Nee, maar vooral die hoogte, omdat we natuurlijk de hoogte inbouwen,
wordt het plafond komt veel dichterbij. Ja. En dat scheelt een hele hoop. Waarschijnlijk ook bij jouw appartement wat je had. Het is relatief een laag plafond. Ja, en als jij een hoog plafond had gehad, dan voelde het drie keer zo groot. Het was echt een tegenvaller. Ja, dat is kut, ja, hè? Ja, dat was echt. Ik dacht echt van. En ik wilde eigenlijk nog uitstellen om iets te bekijken. En toen kwam dit op pad. Dacht ik, oh shit, die moet nog wel zijn. Ja. En toen kwam ik daar gisteren. En toen dacht ik echt van. Nee. Ja. Nee. Dat is mooi, hè? Ja, ik heb dat toevallig andersom gehad. Ik dacht op de foto's, ah nee, het is echt niks. Het zijn een paar dagen. Ga gewoon even bezichtigen. Dus ik bezichtigen. Het was echt fucking nice. Ja. Dus ik, oh, sick. Dus toevallig net iets leuks doorgekregen. Maar nog niet helemaal rond, maar wel bijna. Lekker! Ja. Goeie dingen! .230 van Martijn. Ja. .231.5 van Barry. Mm-hmm. En nog niks voor Boas. Nou, erg benieuwd. Ik heb echt zo weinig vertrouwen. Met één hand, je hebt zoveel minder controle. Ja, dus wat we zo meteen gaan doen, we hebben zo meteen 15 minuten de tijd om te trainen. Om een beetje kennis te maken met de sim, de pedalen, het circuit. We rijden op Spa-Francorchamps met AMG GT3. Mm-hmm. Dat klinkt heel spectaculair. Is ook heel erg spectaculair, vooral als je het denkt door het Eau-Rouge heen moet met één arm. Ja. Dus we hebben de force feedback iets teruggeschroefd. Maar dan ben ik toch benieuwd. Wat denk jij, voorafgaand, zonder dat je een meter hebt gereden, wat je gaat halen? Ik denk dat ik heel blij moet zijn als ik de 240 haal. De 240? Ja. Ja. Ik hoorde dus net dat de mensen die nooit in een sim hebben gereden, hier al ongeveer een 240 rijden. 250. Laten we daar. 240. Twee. Gast, met één arm. 240. Heb je wel eens op een circuit gereden met één arm? Nee, maar wel tijdens mijn sim. Ja, lukt niet goed. Ja? Dat scheelde bij mij 1,5 seconde. Oh. Maar toen kon ik dus terugschakelen zelf. Want ik heb een McLaren studie. Als je die van je af doet, dan schakel je terug. En dat deed ik wel met rechts en nu moet ik met links. Ja. Ja. Dus. Ja, dat is wel nog leuk. Ja, dus ik denk dat ik een 2,23 kan halen. Dat is 4 seconden langzamer. Ik ben heel blij als ik de vind. We gaan het proberen. Let's go. Oh ja, deze kan je ook winnen. Oh, niet meenemen al? Nee. Moet je wel je best doen. Oké, ik ga mijn best doen. Ik ga als een raket, jongen. Ik ga het vaker doen. De kwalificatie en de training is voorbij. 2,39 voor Boas, maar hij lag op ramkoers voor een 2,35. Want je hebt even stilgestaan, toen reed je 2,40, dus... Ja, dat is waar. Ik denk dat ik nog wel iets sneller kan. 2,35 zit erin, zou denk moeten, ik. Ja. Zou moeten kunnen, ja. Ik wil gewoon, wat had hij nou, 2,31? 2,31. Dan krijg je sim. Ja, dat gebeurt eigenlijk wel. Als je met één arm een 2,31 bijt. Ga gewoon proberen. Ik reed uiteindelijk een 2,21,7. Dat een stukje sneller was dan verwacht. Maar dat betekent wel dat we een verschil hebben van bijna 20 seconden. Ja. Dus dat zou uitkomen op 1 minuut 20 wat ik moet goedmaken. 1 minuut 20 moet goedmaken met één arm. Nou, als jij gaat gaan plassen rest gaan, dan ga ik vast rijden. En dan als je terugkomt kan je beginnen, oké? 1 minuut 20 is wel heel veel. Ja. Dat gaat wel doen. Ja? 1 minuut 20. Ik denk dat het kan. 1 minuut 20. Voorsprong krijg jij. En ik heb 5 rondes om jou in te halen met één arm. Ik voel me echt alsof ik voor spek en bonen meedoen. Nee, niet nee. Dan. Nee. 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 Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ja. Kijk, ik vind het niet zo erg om te verliezen. Maar ik vind het wel erg om cent te verliezen. 1 minuut 20. Ik voel nu gewoon dat kan. En daar is Sam ook over. Wel.
Ja. Woehoe! En hij heeft opgehouden op een PD. Oh! Ik word echt weinig. Oh! Hey, ik zie je. Meneer Bouwers, ik ben helemaal gebroken. Okay, de vorige keer moest ik aanzetten, maar dan had ik nog iets marge. Dit keer had ik en geen marge. En moest het al meteen aan. Viel iets tegen. Het was een soort van Paralympics dit. Ja, ja. Nou, het was minimaal net zo fanatiek. Maar kijk, weet je wat kut is? Ik heb nu gewonnen. Maar alsnog voelt het niet als winnen omdat ik 1 minuut 20 voorsprong had. Ik ben gewoon echt stuk. Ja, het is echt zwaar, hè? Ja, het is echt zwaar. Het is niet normaal. Maar toch reed je. Je zei 2.40. Ja. 2.35. Yeah! Dat is wel echt goed hoor. Want maar 3,5 seconden te weinig. Ja, dus je hebt geen sim gewonnen. Punt 0 doen we. Gewoon punt 0. Weet niet wat erachter komt. Doe gewoon punt 0. Dat is beter voor mij. Man, ik vond het eigenlijk echt super vet. Ik vond het echt lachen. Ik zou bijna zeggen van, oh, ik wil een keer een rondje geblinddoek doen. Op Spa. Nou, één oog. Dat maakt het denk ik nog wel moeilijker. Ja, maar het circuit ken ik best goed. Dus ik... Nooit dat je dat haalt. Ik denk dat ik misschien nog een eind kom. Ik denk... Ja, probeer maar. Als dat lukt, holy fuck, dat zou echt ziek zijn. Ja. Maar voor nu was dit meer dan genoeg. Voor wie nu van mij verliest, moet zich wel echt schamen. Ja, maar jij hebt best wel hard gereden. Want normaal gesproken, mensen die nooit op een sim zitten, die rijden hier dus een 2.45 of Spa met deze auto. Ja, één arm. Eigenlijk ook nieuw. Ja. Simracen. Ja. Het is geen makkelijke sim. En 2.35. Oké. Okay. In een half uurtje. Maar alsnog vind ik dat mensen zich moeten schamen als ze het niet halen. Ja. Dit moet je ook met één arm openmaken. Ja, dit zijn echt moeilijke dingen. Maar deze is denk ik nog wel makkelijk. Hoor. Ik vind het hier zo. De meeste mensen die willen mij altijd met alles gaan helpen. Jij gaat gewoon weer maar lachen. Ja. Maar je had ook niet anders verwacht. Nee. Nee, dat is goed. We hadden zo mijn best gedaan voor je. Ik heb ook mijn best gedaan met uitpakken, maar het lukte niet. Lekker houden! Kijk eens even. Hoppatee. Dan kan je weer... Hey, kennen we matchen? Sorry. Oh, bijna. Bijna matchen. Bijna. Dit is eigenlijk stiekem best wel goed om netjes te zijn, want ik ben nooit netjes. Nee, daarom. Ik denk speciaal voor jou, net de patas. Top, pal. Thanks, Tap. Bedankt dat je erbij was. Ik vond het super leuk. Ik vond het ook super gaaf dat we ja, toch op een andere manier dit een keer hebben gedaan. En dat we van tevoren zijn, nou, kan dat? Maar dat ging mega goed. Ja, het verbaast me echt. Het was een beetje extra uitdaging. Ik vond het super vet. Ik wil jou onwijs bedanken dat je er was. Denk je dat ik mee wil doen? Jullie onwijs bedankt voor het kijken van deze video. Laat in de reacties weten wie jullie vinden dat we moeten uitnodigen. Dan ga kijken of ik jullie kan krijgen in de sim. Vergeet Blackstone niet te volgen. En Boas, neem een kijkje als hij weer gaat uploaden. Want nu doet hij niet zoveel. Kan niet zoveel meer maken. Nee. Helaas. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken. En dan zie ik jullie weer heel erg snel. Hasta luego. Bye bye.